Terwijl de meeste concurrenten nog bezig zijn met de ontwikkeling van hun eerste elektrische auto's, is Nissan al toe aan de tweede generatie van zijn Leaf. En noem dat gerust de pionier van de elektrische wagen. 300.000 exemplaren zijn er ondertussen al van verkocht. 3,7 miljard kilometer zijn al mee gereden. Door naar eigen zeggen heel tevreden klanten. Deze nieuwe generatie is niet zomaar een upgrade. Het is echt een compleet nieuwe auto geworden met tal van extra troeven. En welke dat zijn, dat gaan we hier zelf in Tenerife ontdekken. Klassieker en daardoor eigenlijk ook mooier design. Meer vermogen, meer koppel, een veel groter rijbereik, meer comfort, meer rijdynamiek ook. Allerlei snufjes in zaken connectiviteit, autonoom rijden, automatisch parkeren. Deze nieuwe Leaf is echt een enorme stap vooruit. Nissan hoopt dan ook er nog veel meer van te verkopen dan van de eerste generatie. Het is natuurlijk afwachten wat de concurrentie de volgende jaren gaat tegenover plaatsen.